Welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Ik vind het leuk dat u weer luistert naar Door de Bijbel. Vandaag luisteren we naar uitzending 515. We hebben de afgelopen keren gelezen over de herbouw van de muur en de poorten van Jeruzalem. Overal vandaan kwamen mensen om mee te helpen de stad van God weer bewoonbaar te maken. In zo'n twee maanden tijd... Werd er een geweldige hoeveelheid werk verzet? De vorige keer zagen we dat ook de priesters ijverig meewerkten om de muur op te bouwen. Vanaf de paardenpoort werkten ze tegenover hun eigen huis. We hebben een uitstapje gemaakt en, naar aanleiding van de paardenpoort, nagedacht over de rol van paarden in de Bijbel. Paarden hadden te maken met strijd. Typerend voor de vredestijd was dat de koning op een ezel reed. In de wet had de Heer God al gezegd dat de koning van Israël niet veel paarden mocht houden. Dan zouden ze maar al te makkelijk op hun paarden gaan vertrouwen in oorlogstijd. De Heere God wilde zijn volk in de strijd overwinning geven, maar hij wilde ook dat zij op hem zouden vertrouwen. Nog steeds wil de Heere graag dat gelovigen in tijden van strijd en worsteling naar hem opzien om hulp. Nehemia deed dat. Vandaag lezen we hoofdstuk 4, waarin de tegenstanders van zich laten horen. Nehemia brengt het bij de Heere God en gaat onverstoord verder met het werk aan Gods hand. Hij weet dat hij een werk van de Heere heeft om te doen en daar laat zich niet van afhouden. Verder hebben we de vorige keer de Oostpoort al genoemd, de buitenste poort van de tempel. De Heere Jezus is op een ezelsvurre door deze poort gereden, vlak voor de kruising. De Oostpoort werd later dicht maar zal op een dag opengaan om de koning van alle koningen door te laten. Ezekiel heeft hierover geprofiteerd. Daar zullen we binnenkort ongetwijfeld meer over horen. Vandaag gaan we verder met Nehemia en de tegenstand waar hij mee te maken krijgt. De Hemia 3 heeft laten zien hoe mensen met een grote verscheidenheid aan gaven en talenten ingezet werden in de dienst van de Heer. De Hemia delegeerde allerlei taken en de mensen waren bereid om voor hen niet dagelijkse taken op zich te nemen, terwijl van het grote doel. In deze gemeenschappelijke gerichtheid op het doel komt een geestelijke eenheid naar voren. Dit eensgezinde optreden was ook een getuigenis naar buitenstaanders en mensen die niet meehielpen aan de opbouw en het herstel van de muur. Een aspect dat ook in onze tijd van belang is voor de uitstraling van de gemeente van Christus naar de wereld. Na de beschrijving van de verdeling van het werk aan de muur, waarin ook de laatste fase van het herstel van de poorten genoemd is, keren we in Nehemia 4 terug in de tijd, naar een beschrijving van het bouwproces, waarbij Nehemia, net als in de eerste twee hoofdstukken, zijn persoonlijke ervaringen meedeelt. In Nehemia 4 wordt duidelijk dat de herbouw van de muur vordert, maar ook dat de tegenstand groter en agressiever wordt. Nehemia 4, versen 1 en 2. Het gebeurde toen Sanballat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de Joden en zei in tegenwoordigheid van zijn broeders en het leger van Samaria: Wat doen die zwakke Joden? Zal men hen hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Willen ze de stenen uit de puinhoopen weer tot leven wekken? Hoewel die verbrand zijn? Aan het slot van Nehemia 2 hebben we al gelezen over de spot van Sanballat. Nu grijpt hij in woede opnieuw naar het wapen van spot en spreekt zijn eigen mensen en leger toe. De bedoelde broeders van Sanballat kunnen mederegeerders zijn, zoals Tobia en Gesem. Maar het kan ook ruimer opgevat worden, als bondgenoten. Het Samaritaanse leger heeft betrekking op landstroepen de verdediging van Samaria. Door het aanspreken van het leger komt de mogelijkheid van geweld al naar voren. Het uitlachen had de herbouw niet tot stilstand gebracht. Nu proberen de vijanden de Judeërs belachelijk te maken. Wat denken die Judeërs wel dat ze aan het doen zijn? Zij kunnen er niets van, zei hij spottend. Denken ze dat dit karwei in één dag is geklaard? Dat ze daar offers kunnen brengen? Kijk eens, zelfs die oude stenen uit het puin proberen zij opnieuw te gebruiken. De vijanden proberen de werkers te demotiveren. De laatste vraag gaat over de stenen die gebruikt worden. Het volk gaat niet naar steengroeven om nieuwe stenen te hakken en te zagen, maar gebruikt de naar beneden gestorte stenen van de eerdere muur. Kalksteen dat verzacht is door de hitte van vuur, verliest zijn duurzaamheid. Bovendien waren de stenen naar beneden gevallen en in stukken gebroken. Zandbalat stelt ironisch de vraag naar het herbruik van deze oude stenen. Het blijkt uit gevonden stukken van deze muur, dat die opgebouwd is uit relatief kleine stenen. De oudere muur uit de tijd van de Jebusieten heeft veel grotere stenen, en Herodes gebruikte voor de tempel zeer grote gezaagde steenblokken. Nehemia 4: vers 3. Antobia, de ammoniet, stond naast hem en zei. Ook al bouwen ze, als er slechts een vos opklimt, maakt hij een bres in hun stenen muur. Tobia, een ammoniet, geeft een sarcastische opmerking. Hij ziet het al voor zich. De gerepareerde muur is zo kwetsbaar dat als er maar één vos over die muur loopt, hij al instort. Een vos is een lichtvoetig dier en laat geen diepe sporen achter. Wat Tobia zegt, is dat de muur zo zwak is dat hij zelfs onder het gewicht van een vos zal instorten. Op zich zit er wel een element van waarheid in de spot, al is die uiteraard sterk overdreven. Want ook, al was de muur hier en daar tijdelijk gerepareerd, de muur bood de inwoners wel degelijk bescherming en had daarnaast ook een grote symbolische betekenis. Maar de sarcastische opmerking van Tobia zegt ook iets over het vakmanschap van de bouwers. Nehemia 4, versen 4 en 5 Hoor onze God, dat wij een voorwerp van verachting zijn, en doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. Geef hen over als buiten in een land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheid niet. En laat hun zonden niet uitgewist worden van voor uw aangezicht, want zij hebben u getergd tegenover de bouwers. Natuurlijk hebben de woorden van Tobia de hardwerkende bouwers aan de muur geraakt. Ze worden ontmoedigd. En wat gaat Nehemia doen? Hij zoekt steun en hulp bij de Heer. Hij vraagt of de smaad mag terugkeren op het hoofd van de spotters en dat zij als ballingen zullen worden weggevoerd. Nehemia is een man van gebed. Hij hanteert het wapen van gebed tegenover het wapen van spot en hoon, want de smaad van de vijanden is tenslotte gericht aan het volk van God. De Israëlieten voeren de opdracht van de Heer uit. In het kader van het Oude Testament ligt het niet voor de hand om te bidden voor de bekering van de vijanden. Het is waar dat buitenlanders konden aansluiten bij Israël, maar in confrontaties tussen Gods volk en de heidenen wordt gewoonlijk gebeden om de vernietiging van de tegenstander. Bijvoorbeeld in 1 Samuel 17 ziet David de beledigingen van Goliath als het uitdagen van de legers van de levende God. In vers 45 zegt hij tegen Goliath, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer, en met een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. En in Psalm 79, vers 12, wordt door Asaf het volgende gebeden. Vergeld onze buren zevenvoudig de smaad in hun boezem, die zij u, Heere, aangedaan hebben. Het Nieuwe Testament tekent de ondergang van Satan en zijn rijk, maar noemt daarnaast het gebed voor de menselijke tegenstander, zodat hij tot bekering komt. Het dringt aan op zegenen in plaats van vervloeken. Nieuwtestamentische gelovigen bidden vandaag niet meer om wraak. Dat wordt duidelijk gezegd in Efeziërs 4, versen 31 en 32. Daar staat: Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slachtheid, Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar, zoals ook God en Christus u vergeven heeft. En in Romeinen 12, vers 19 staat: Wreek u zelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Nehemia 4, vers 6. Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd. Want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Nadat Nehemia zijn hart voor God heeft uitgestort, bouwen hij en het volk verder. Dit vers laat blijken dat het gebed van Nehemia in ieder geval in dit opzicht is verhoord: dat de herbouw van de muur is doorgegaan en de muur zelfs tot halve hoogte werd hersteld. De werkers hebben zich niet door de tegenstanders laten intimideren. Er was heel hard gewerkt. Opvallend dat er staat dat de muur tot de helft van zijn oorspronkelijke hoogte klaar was. Met andere woorden, de hele muur was voor de helft klaar. En niet de halve muur was klaar. In het laatste geval zou er dan nog zeker een halve muur zijn geweest waarmee niets was gebeurd. Nee, de muur was klaar tot de helft van zijn oorspronkelijke hoogte. Dat was ook het bericht wat de tegenstanders bereikten. Nehemia 4, vers 7. Het gebeurde toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstaal van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. Sanballat vertegenwoordigt de Samaritanen in het noorden. Tobia en de Ammonieten bevinden zich ten oosten van Jeruzalem. Gesem en de Arabieren in het zuiden. Nu worden in vers 7 ook voor het eerst de Asdodieten genoemd. Na de verovering van het Filistijnse gebied door de Assyriërs in 711 voor Christus, werd de naam Asdod aan de nieuwe provincie gegeven. Deze naam werd overgenomen door de persen. Met de term Asdodieten worden dan ook de Filistijnen in het westen bedoeld. Hiermee is Juda aan alle kanten geïsoleerd, ook afgesneden van de karavaanroutes en van de Middellandse zee. Maar ondanks dat lezen we dat het herstel van Jeruzalems muren vorderde en dat de bressen zich begonnen te sluiten. Toch wordt de tegenstand heftiger. Nehemia 4, versen 8 en 9 Zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen, dag en nacht, vanwege hen. Opnieuw zien we dat Nehemia een man van gebed is. Maar hij is niet van het zweverige soort, dat blind is voor de eigen verantwoordelijkheid. Naast het gebed is er ook nuchtere waakzaamheid. Nehemia is niet naïef en laat wegens gedreigende gevaar de muren dag en nacht bewaken. Nehemia 4,10. Toen zei Judah: De kracht van de lastdragers schiet tekort, en er is veel puin, wij zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. Ondanks de standvastigheid, de vastberadenheid en het vertrouwen van Nehemia op God blijven de aanvallen van de vijand niet zonder resultaat. De moedeloosheid slaat toe. Een punt om niet zomaar overheen te stappen. In heel veel projecten in Gods koninkrijk komt vroeg of laat een punt waarop de moedeloosheid toeslaat. Toen het werk begon in Nehemia 2 vers 18, hadden de mannen gezegd te zullen helpen de muur te herbouwen. Vol ijver gingen ze dan ook aan de slag. Nu zeggen enkele leiders dat het onbegonnen werk is, met al dat puin. Maar wanneer zou er nu meer puin gelegen hebben? Toen ze begonnen, of op dit moment, nu de hele muur voor de helft klaar is? Rekening houdend met het feit dat ze bij de herstelwerkzaamheden de oude stenen hebben gebruikt, kan het niet anders dan dat er aan het begin meer puin heeft gelegen dan nu. Ook de inzet van bewaking, dag en nacht. Kost veel kracht. Vermoeidheid en teleurstelling maken zich meester van de bouwers. Hun klacht gaat niet over de tegenstanders, maar over het feit dat Nehemia de taak heeft overschat. Nehemia 4, versen 11 tot en met 13. Onze tegenstanders zeiden: Zij zullen het niet te weten komen en het niet zien tot wij in hun midden gekomen zijn en hen doodgeslagen hebben. Zo zullen we het werk laten ophouden. Het gebeurde toen de Joden die bij hen woonden ons wel tienmaal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen: Jullie moeten naar ons terugkeren. Dat ik mannen opstelde op de laagste plaatsen achter de muur bij de open plekken. Ik stelde het volk op, ingedeeld naar hun geslachten, met hun zwaarden, hun speren en hun bogen. De vijand probeert voordeel te halen uit de interne situatie. Zij beramen een verrassingsaanval. Daarom plaatste Nehemia wachtposten uit elke familie op het laagst gelegen gedeelte van het terrein achter de muur. Deze mannen kregen de opdracht de eigen familie te verdedigen. Nehemia 4:14. vers 14. Ik zag erop toe en stond op en zei tegen de edelen. De machthebbers en de rest van het volk, wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende heren en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Nehemia herinnert aan God's grote daden in het verleden, en daarmee aan de oorlogen die gevoerd zijn. Tevens moeten ze goed beseffen welke belangen er op het spel staan: de positie en toekomst van hun familieleden. De opsomming gaat uit van het stambewustzijn en niet alleen van de betrokkenheid bij het eigen gezin. Nehemia 4, vers 15. Daarna gebeurde het toen onze vijanden hoorden dat hun plan ons bekend was geworden en God hun plan verijdeld had dat wij allen terugkeerden naar de muur, ieder naar zijn werk. De vijand ontdekt dat zij de bouwers aan de muur niet konden verrassen. De Heer had hun plan verijdeld. Nehemia schrijft dat allemaal toe aan God en niet aan zijn eigen slimme optreden. Nehemia 4, versen 16 en 17. Vanaf die dag was het zo dat de ene helft van mijn knechten met het werk meedeed en de andere helft van hen de speren, de schilden, de bogen en de harnassen vasthield, terwijl de vorsten opgesteld stonden achter heel het huis van Juda. Zij die aan de muur bouwden, zij die de lasten droegen en zij die ze opladen, deden met één hand het werk, en de andere hand hield de werpspies vast. Vanaf die dag doet de ene helft van de werkers van Nehemia het werk, en de andere helft draagt wapens, rekening houdend met een overval. De stenendragers die zich buiten de stadsmuur moeten wagen, doen met de ene hand het werk en met de andere hand houden zij een speel vast. Nehemia 4 vers 18 De bouwers hadden elk zijn zwaard aan zijn heup gegord, terwijl zij aan het bouwen waren. Maar de bazuinblazer bleef bij mij. Men werkte wel ver van elkaar vandaan, maar men werkte niet als individuen. Het gevaar voor de een betekende het gevaar voor alle anderen. De bazuinblazer zorgde ervoor dat iedereen het wist. Ook in de gemeente heeft ieder een eigen taak, een eigen werk op een eigen plek. Het is ook daarvan belang om van elkaar op de hoogte te zijn en samen in gebed te strijden. Nehemia 4, versen 19 tot en met 23 Ik zei tegen de edelen, de machthebbers en het overige volk, het werk is veel en uitgebreid. Wij staan verspreid over de muur, de een ver van de ander. Op de plaats waar u het bazuingeschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden. Zo deden wij het werk. De helft van hen hield de speren vast. Van het aanbreken van de dageraad... Tot het opkomen van de sterren. Ook zei ik in die tijd tegen het volk: ieder moet met zijn knecht binnen Jeruzalem overnachten, zodat zij voor ons s'nachts wacht en overdag werkploeg zijn. Nog ik, nog mijn broers, nog mijn knechten, nog de mannen van de wacht die achter mij kwamen, trokken in die tijd onze kleren uit. Ieder had zijn werpspies en water. In een soort samenvatting lezen we dat Nehemia en zijn mannen bezig zijn met het werk, terwijl de helft van hen bewapend is met speren. Ze werken van het aanbreken van de dagraad tot aan het opkomen van de sterren. Extra maatregel is dat iedereen met zijn knecht binnen Jeruzalem moet blijven, ook s'nachts, om dan te waken en overdag te werken. Nehemia en zijn mannen geven het goede voorbeeld. Ook vandaag is het voor een gelovige goed zich te bewapenen met de wapenrusting van de Heer, die beschreven staat in Efezië 6. Geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchment en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.